Yo, what up kijkers van Gonzo Games, welkom bij een nieuwe Team Survival en ik ben natuurlijk weer niet alleen, ik ben hier samen met Rico. Hallo. En samen met Jerry. De bergbewoner. Ja, zoals jullie zien ben ik op een nieuw plekje, dit is mijn nieuwe plek waar ik ga bouwen. Als het goed is zit Rico ticket op en Jerry heeft het hoge beklommen, die zit daar ergens op die grote berg daar. Ik word aangevallen door een snake. Niet helemaal op de top, want op de top kon je namelijk meer doorbouwen dan de twee blokjes. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik woon op een soort van bergrichel nu. Een richel. Een hobbit. Ja, je weet toch wat een richel is? Een bobbit. Een hobbit in een boom. Een bobbit. Hé, what the fuck? Nou, ik heb in ieder geval wat diertjes. Ik heb al twee schaapjes vastgemaakt. Ik heb al twee koetjes. En, ik had wel zelf een schaapje gepokt. Een schaapje, een varkentje gevoed. Het SM-schaap. Kok. Kut, ik heb een skeleton en ik kan hem niet killen. Waar koop je die dingen? Waar koop je dan dieren? Koop je dan dieren? Oh, gefokt, zei je zeker? Ja, niet gekocht. Je zei gekocht. Ja, dat zijn ook allemaal paardjes, dus dat is wel ideaal. Wat? Ik ben even een berg op weg gegaan. Ja. Missen jullie jewel? Ja, dat snap ik, ja. Dat jullie jewel missen, ja. Ja, Jules is altijd bekend als de ezel, hè? Je moet die jongen niet zo pesten, joh. Hey. Waarom? Hey, vind je dat normaal? Ja, dan gaan we verder met jou pesten. Ja. Hey. Dus niet? Oef. Waarom niet? Is toch grappig? Dus niet? Ik heb hier zelfs een lavaval. Ring. Lavaval. Copyright. Boep. Maar ja, wat gaan jullie eigenlijk allemaal bouwen? Wat gaan jullie deze aflevering allemaal doen, jongens? Ik ga, als het niet wordt gereept door die skeleton, dan ga ik kijken of ik een beginnetje kan maken aan een mooi huisje. Ik ben een berg aan het weggraven. Oh, dat doen we allemaal wel eens. Dat ik dirt nodig heb. Je hebt één voordeel in Minecraft, als je de onderkant helemaal weggraaft, dat hij niet helemaal in elkaar spat. Dat zou geinig zijn, graag weer de onderkant weg, even al de hele berg om. Weet je, dat zou best wel chill zijn op zich. Dat is een mod. Is dat bomen? Tuurlijk, de gravity mod. Ja, niet voor 1.7 natuurlijk. Maar zo'n mod, maar dan krijg je daar geen ontzettende lag van. Vast wel. Ja, het verschilt van hoeveel, wat voor server je hebt, hè? Hoeveel RAM en alles. Dus. Oh, kut regen. Kijk, voor een vanilla server kan je makkelijk 512 MB nemen. Dat is meer dan genoeg. Ja, maar een server bij bergen om kunnen flikkeren, dan wil ik wel ietsjes meer ruim hebben dan. Ja, heb je minimaal 1 gig nodig. En het verschilt weer met hoeveel mensen je erop zitten, wat er gebouwd is en dat soort dingen. Ik ben lekker aan het boom hakken. Hakkenboom. Hakketakkie en ik word aangevallen door spinnen, mini-zombies. En, gaat Jerry weer dood? Ik ga even mijn coördinaten opschrijven, dat ik weet waar ik terug moet lopen. Dat is wel zo makkelijk, hè? Ik hoor gebeuren dat ik weer op mijn plek kwijt ben. Even muziek uit. Even het geluid wat zachter. Volgens mij regent het. Hé, die zou zomaar gelijk kunnen hebben, maar waar ik zit, zit ik altijd droog. En ik zit onder een bergregel. Oké, Gons, waar zit jij? Welke kant op? Wat zijn je coördinaten? Even kijken, x-821 en z-54. Oh, jij zit daar dan dus. Hey, spider-eye. Oké, jij zit daar. Allemaal boompjes gekapt. Dus ik denk dat ik zo meteen even wat seeds geplant. Dat is zeker het al. Voordat ik met de farm beginnen, want ik denk dat ik eerst even een huisje ga maken. Ik heb in ieder geval 7 oak saplings. Ik vind het niet normaal. Ja, maar jij bent niet normaal. Hey. Boef. Crimineel. Hey. Vind je dat normaal? Nee, maar wij zijn niet normaal. Goed gezien. Hoe kan het dan normaal zijn? Goed gezien. Touché. Een normaal mens kan niet met jou spelen. Waarom niet? Weet niet. Omdat je abnormaal bent. Ik vind het normaal. Nee, abnormaal. Boef. Weet je wat ik jou nog wel zie, Jerry? Een aflevering van Basje Nadia. Basje wel in thuis. Maar het zou wel een droom zijn die uitkomt. Ja?
ja, Fascinator dan is mijn grote held. Wat voor rol zie je zelf dan als nieuwe plaaggeest? Sowieso wel. Of als de nieuwe. Is het de nieuwe baron bedoel je? Nee, slimme Jaapie. Slimme Jaapie? Slimme Jaapie de Ginger. Nou, ik ben geen Ginger, dus dat gaat over. Met donkerblond. Wat haar verder wat niet kan doen. Ah, mijn mic doet stoer. Oh. Hey. Ik denk wel, dit is lekker rustig. Dus Rico gaat vanaf nu verder typend de aflevering doen. Ik weet niet of jij je chat uit hebt staan. Ja, want anders zei ik het niet, hè. Ah ja. Even kijken. Ik heb hier wel allemaal mooie watervallen. Dat vind ik wel geinig. Ik heb allemaal endermans hier beneden. Dan ga ik eerst even kijken. Ik heb allemaal hout. Ik ga beginnen met een huisje eerst, maar of tenminste even een blokje te maken. Moet je wel zeggen, ik vond het andere gebied waar ik eerst had wel mooi in. Maar ja, goed, het is wel wat handiger dat ik dichter bij jullie zit nu. Het is wat gezelliger nou. Even kijken hoor, ik zet de seeds zet ik eerst even weg. Ik heb eerst voldoende eten zie ik. Ik ga eerst even snel een blokhut maken. Hé, hey, vind je normaal? Ik heb tijdelijk in gaan wonen, want anders weet ik het alweer. Nico, wat ben je nou aan het doen? Prutsen. Dus ik ga eerst nog geen huis maken, maar ik ga eerst even een veilig plekje maken. Want het begint ook alweer donker te worden. Hij doet het echt serieus toe, dat komt wel eens. Een badass Mike. Moet je hem bedijen. Kutzombies. Zo, opgemieterd. Oké, ik had inmiddels een paar diamonds. Ik denk dat ik eerst even een zwaardje ga maken. Nou, eerst een bunker maken. Diamonds en dan ga je een zwaardje maken. Ja? Je kan toch een diamond sword maken? Wat wel niet kan. Kutkriepers. Hey, in plaats van een krater. In plaats van een krater? Ja, in plaats van een krater heb ik plaats van een krater, want er zit hier een creeperkrater. Ja, dat zijn echt kloten, is toch? Ja. Kloten bier. Hey, weet je het ook kloten is? Ja. Wat is je been hangt? De watten? Dat hoop ik wel. Weet je wat ook kloten is? Wat is je been hangt? Badems? Wat nou weer? Badems? Ik snap hem niet. Zo. Snap jij hem? Ik heb een heel mooi klein huisje gemaakt. Een klein bunkertje. Een rugbunker. Ja, mijn rugbunker. Welkom bij een nieuwe aflevering van Laurens Rugbunker. Jee. Het is wel lekker rustig zo, dat Rico niks zegt. Inderdaad. Mag wel vaker zo gebeuren, eerlijk gezegd. En dan automatisch kijk je nou naar de chat, want wat gaat hij zeggen? Hij heeft er niks op te zeggen volgens mij. Vis. Fish. Jerry, maar jij had je net al gedoucht. Ik heb hem net gedoucht, ja. Incorrect. Nog steeds geen broek aan, nee. Nou, beste kijkers, bedankt voor het kijken. En ik snap dat jullie nou weggaan. Vandaar dat Rico Vis zegt. Pat. Pat. Hey. Jij bent leuk. In de leukste thuis. Heb jij water voor me? Dit is fromage. Hey, dat is toch kaas? Omelette du fromage. Ja, ik ben geen kaas, dus het gaat over kopkaas. Maar binnenkort komt er ook een speciaal item op Rico's kanaal. Hij gaat een nieuwe serie starten, Koken met Rico. Oké. Is volgend jaar te volgen. Oh, hij doet een heel raar teken. Dus ik weet niet of het echt is, eerlijk gezegd. Dat is een speciale code, hè. Hij gaat speciaal voor jullie een omelet dan maken. Omelet du fromage. Hey, voor mij zegt hij wat de fuck, voor mij is het er niet helemaal mee eens. Dat is echt leuk. Maar... Wat waar je? Ja, even wachten hoor, ik ben even met mijn bunker bezig. Je hebt bunker. Zo. Ik zet mijn bed neer en heb ik in ieder geval eens een woonruimte. Hebben jullie alle drie een bed? Of alle twee, sorry. Ik ben schizofreen, ik heb niks te doen. Heb jij een bed, Jerry? Ik heb een bed.
Oké, zullen we even slapen, dan is het weer licht. Dat kan niet. Waarom niet? Ik zit een beetje afgelegen. Maakt niet uit. Hij is naar mij aan het lopen. Uh-oh. Oh god. Verstop de vrouwen, verstop de kinderen. Rico komt eraan. He's gonna rape them all. Moet je maar zeggen als ik kan gaan slapen. Nou ja, Rico is mijn kant aan het oplopen. Mijn coördinaten dat zijn, even kijken, x-798 en z is 25. Dat is best wel mooi. Nou, ik vind het wel schattig. Ja, is hij. Dan kan ik wel wachten tot het licht begint te worden. Maar ik denk dat ik sowieso mijn hout even hierin. Hide the wood, hide the women. En kijken. Nou ja, ik heb trouwens allemaal al acacia hout, dus dat is wel ideaal. Dat is een mooi kleurtje, mooi oranje. Dan kan je een mooie honing van maken. Mooi honing van maken. Mijn honinghout. Ja. Nee, dat is echt waar. Nee, dat is serieus waar. Acacia bomen. Die bloemetjes eraan groeien. Wat had ik het al een keer gezegd of zo? Want volgens mij had ik het al een keer gezegd. Ja, weet je wat ook wel grappig is? Een kaasboom. Wat dan als er een kaasboom zou zijn? Wat zou jij doen? Ik zou er eentje planten. Achter in de tuin. Een kopkaasboom. Yay! Ik heb een achievement! Mooi. Time to farm. Maar ik heb al eerder een hoog gemaakt, what the fuck? Ik ga denk ik ook even een achievement halen. Ik ga je wat seeds planten. Ik heb alleen nu geen... Oh kijk, daar is Rico. Ik heb ze nu alleen wel allemaal opgemaakt, maar dat maakt niet uit. Oh, ik heb nog een cadeautje voor jou, Rico. Tenminste, ik weet niet hoeveel ik er heb. Even kijken. Ja, dat is mijn tijdelijke rukbunker. Kijk, die wil jij denk ik wel hebben. Sorry. Hey, ik heb een paar schapen nodig, eerlijk gezegd. Heb jij schapen? Ik heb hier zat schapen lopen. Een conciërs. Ik zal even kijken. Ik zal even een tijdelijke. Even wat sheetjes op planten. Dat doe ik hier wel even. Ik ga die waterval helemaal bekleden met sheets. Dat is wel grappig. Van een boom tot helemaal beneden en allemaal sheets planten. Maar is dat wel wat? Vind je dat normaal? Ja, dat vind ik best wel abnormaal. En dat doe je goed, jongen. Ciao. Alright, ik kom erom. Gezellig met z'n allen. Ja, jij kan gewoon als goed is water naar beneden doen en dan... Ja, oh kut. Er zit hier wel een soort van doorgang. Maar ik moet alsnog iets van 100 blokjes omhoog graven. Het is ietsje lager namelijk de bergkiezen. Ook het. Ik zie een koe zeg. Dan ga ik straks even kijken of ik obsidian kan vinden. Ik heb precies een mooi getal voor diamonds. 5 diamonds. 5 diamonds, ik heb 4. Ja, die heb ik trouwens. Die heb ik trouwens stiekem buiten de opnames om heb ik echt gemined. Haha, ik heb hem weer. Ha, hij doet het weer, daar is hij weer hoor, het verloren schaap. Ja, doet het weer! Gewoon mijn snoer eruit getrokken naar mijn stoel. Wat dan? Met je stoel doet snoer eruit getrokken? Snoer eruit getrokken, ja. Ik dacht, je zei snor. Kijk, dan ga ik gelijk voor mij met bottles planten. Dat is bijna. We gaan eens even kijken bij Laurens Rukbunker. Moet ik eerst die berg in graven, helemaal? Ik hoor iets engs. Ah, ik kan het nog niet zijn, want ik ben er nog niet. Koud tippen. Nu pas? Ja, ik vind leer. dan ga ik hier gelijk op mijn wortels planten. Dan ga ik hier toch nog tijdelijke farm gebruiken. Dan ga ik een eentje gaan maken. Wat vind je van mijn omgeving, Rico? Afzichtelijk. Oh. Sorry, ik had even een standneus. Hey, ik ben door de berg heen volgens mij. Ik heb dirt. Ik ben door de berg heen en je ziet dirt. Nee, toch niet erheen. Ik dacht dat ik erheen was, maar het is gewoon een stukje met dirt allemaal. Maar ik ben ongeveer 100 blokjes aan het graven, toch? Jouw mic valt af en toe ook. Op één dag! Ik kan dat echt heel fucked. Ja, hartstikke leuk als ik lag. Your home bed was missing or obstructed. Waar ben je dood gegaan dan? Weet ik veel. Als je eruit komt, helemaal recht doorlopen. Ik lag hem een beetje. Ja, ik hoor het. Hey,
Laurens, kan je me toevallig zien? Kijk eens richting de waterval. Dan moet je me ergens afstappen. Ja, welke van de 5 watervallen? Die hele grote. De hele grote op de berg waar ik zit. Nee, ik zie hem niet. Je ziet me echt niet, ik zie hem namelijk wel. Ik zit heel hoog op de berg. Maar ik loop nu richting de waterval te graven dat ik naar beneden toe kan. Span ik weer op een berg waar je niet goed van wordt. Oh ja, ik ben natuurlijk weer bij de span. Wat de f... Holy... Nou, kijk, normaal is het Trico, hè? Normaal is het Jerry, nou is het Trico. Dit is ook expres. Ik vind het geweldig nu hij al een keer dood gaat, eerlijk gezegd. Ik wil ergens anders spawnen. Nope, no spawning for you, mate. Inderdaad, dat ding dat gunt mij niet eens. Oh, kom op, een half hartje. Hey, dan weet je ook natuurlijk heel goed het is. Zo'n zwaar leven als mij. Oh, dit is wel heel slecht, Nico. Dit is heel slecht. Nee, ik wil doodgaan. Ja. Ja, ik wil onderaan die berg spannen. De mics... Spannen alleen maar hoger. Oh mijn god, man. Ik heb hier een hele zombie-invasie. Spannen echt alleen maar hoger. Wat is dit? Rico, geef het nou maar op. Je bent gewoon slecht. Nee, joh. Nou, ik heb in ieder geval je stuff, dus dat scheelt weer. Ja, mooi. Oh shit, skills. Nope. Ik heb in ieder geval een weg naar jou toe zometeen. Als ik bij de waterval tenminste ben dan. Ik moet ook nog helemaal naartoe graven. Ik denk dat ik nu wat ten hoogte van de waterval ben. Ik denk wel dat dit aflevering 1 is. Goed bezig. Je bent lekker bezig, Rico. Nou, waar ik ook nog eens anaal verkracht door een paar zombies. Hey, dat is niet zo fris. Dat is voor mij wel. Niet zo fris en ook niet zo fruitig. Ik heb geen tarrels. Fruitig is het wel, alleen niet zo fris. Ah, het wordt in ieder geval weer licht, dus het scheelt. Ja. Oké, ik ben bij de waterval. Dat scheelt, nu kan ik gelukkig je toortjes weer goed zien. What the fuck? Die moet je me even uitleggen, maar oké. Oké, okay, I'm coming down. Oh god. I'm coming down. Zo, ik ben beneden. Oh, daar gaan trouwens met 32 levels. Maar je had een enchantment table toch, of niet? Charge! Hey. Ja. Jongen! Ik kijk, zijn het geen chant, maar heel licht en geen chant. Slash kill. Hey, maar wat kom je doen? Eten nodig? Ook. Ik heb een vraag. Jij had schapen, toch? Ja. Heb jij shear? Ja. Oké, nou dan pluk ze mijn kaal, zou ik zeggen. Kijk wel uit voor die creeper die er loopt, trouwens. Ook creeper. Auw. Ja. Voor mijn gebiedje toch mooier. Nee, vind ik niet. Wat een mooie acacia boom. Hé, pijn. Doe leuk nou, ja. Hey, paarden. Ja. Hey, squid. En man, welke farm? Ach, hey, ja, we kunnen natuurlijk de volgende. Ja, ik ga de volgende aflevering sowieso met mijn farm bezig. Even verder en uitbreiden. En even beginnen wat resources zo te verzamelen. Hey, ik heb nog een schaap gevonden trouwens hier. Hè. Schappie? Ja, weet je, moet je hem hebben? Ik doe hem waar vanuit toe. Ik heb namelijk geen wiet. Laat ze maar lekker los in de vrijheid. Hey, ik ben bij mijn eigen huis. Kijk, hè. Kutschap. Hey, creeper. Oh my god. George! En hij is dood. Maar bedoel. Wat vind je van mijn kleine visvijvertje? Je pisvijvertje. Ja. George! Hey, George! George! Hey. Niks kapot maken. Hier, ik kan hier gewoon omhoog. Oh ja. Ja, kutzooi. Kijk, hoppakee. Ik kan gewoon omhoog. Nee, ik had al wat acacia. Dus als je wat saplings of wat... Je mag zo gerust een boom omkappen als je wat saplings en zo wil hebben. Daar heb ik mijn sugarcranes. Hier komt mijn sugarcrane vijvertje. Dood. Maar ik denk dat het weer mooi genoeg is voor deze aflevering. Ik
denk dat we mooi gaan afsluiten. Het was weer een interessante aflevering. Dit keer is Rico dood gegaan. Een paar keer dood gegaan. Eén keer. Eén aflevering. Nou ja, Jerry is nou bij mij, dus ik denk dat hij hier wel een tijdje blijft. Ik denk de volgende aflevering. Dit wordt dat we de volgende aflevering hebben gaan mijnen ofzo. Want ja, ik heb een tijdelijke rugbunker heb ik toch al. Dus is opdoen. Ik heb al een hele metropolis. Maar vanaf nu zeg ik mensen, vergeet niet het blauwe duimpje en dan zien we jullie de volgende keer weer. En delen op Google Plus. En delen op Google Plus. Yeah. En mensen bedankt. Dat komt goed ook. En een ander. En mensen, tot de volgende keer en ajus. Daar.